zaterdag 24 oktober. We gaan inhalen in de derde klasse A-wedstrijd tussen Lucht Dunum en Cagia. Tot eigenlijk gepland als openingsduel van dit seizoen, maar werd al vroegtijdig afgelast. Vandaar dat de 22 spelers nu klaarstaan voor deze ontmoeting. Lucht Dunum nog steeds een mogelijkheid op het binnenhalen van de periodetitel, maar dan moet de ploeg van Jan Wansink en Henk de Cler wel gaan winnen van Cagia. Cagia, de Lichte Broekers, staan op 3 punten van Lucht Dunum en kunnen dus bij een overwinning gelijk gaan komen. Daarhalve de belangen voor deze wedstrijd. De eerste balomwenteling daar op het middenveld, maar zonder al te veel overtuiging bij de ploegen. Lucht Dunum probeert in ieder geval Cagia zo snel mogelijk vast te zetten. En hier komt dan een voorzet van Tobias Schaafstra. Die komt niet bij een van zijn medespelers. Dan is daar een eerste hoekschop, maar dat zou niks opleveren. Lucht Dunum in de beginfase de betere ploeg. Cagia had moeite om de bewegelijkheid bij de Lucht Dunumers in de kiem te smoren. En daar met onder andere aandachtig toeschouwer Patrick Heijmans, ex-trainer van onder meer Rodenburg. En natuurlijk nog een groot speler in het verleden bij Katwijk. Daar een kopbal van Eamon Misap. Dat was het eerste gevaar, maar ook een dito goede redding van Sander Goudriaan. Daar een blessurebehandeling bij Team de Cler al vroeg in de wedstrijd. Met de warmlopende Sergio Vrede en Atem Atif. Ja, dat zou allemaal niet zo gunstig zijn voor Lucht Dunum als ze de Cler ook moeten afwaken. Want de ploeg mist al Peter Dupri, heeft vaderlijke verplichtingen. Mist Vrede die niet getraind heeft. Mist ook Marco Harleman. En Atem Atif was niet fit, maar die moet hier al snel zijn minuten gaan maken vanwege de blessure bij Tim de Cler. De zorgelijke blikken bij Henk de Cler, Jan Wansink en Henk Kersten, het trio op de bank bij Lucht Dunum. Makkelijke vangbal daar ondertussen voor Goudriaan. En dan gaat Cagia geleidelijk aan wat meer in de wedstrijd komen. Daar met een kopballetje van de Benjamin van de ploeg van Anton Wijsman. Dat is Thijs van der Schinkel, maar die bal gaat daarnaast. Maar het geeft maar aan dat Cagia zich wel in de wedstrijd aan terugknokken is. Daar komt de Lichtenberger bijna aan te pas. Maar Kevin Wassenaar heeft die bal in tweede instantie in de handen genomen. Daar dan wat overleg bij Cagia in een eerste helft die al met al niet groot was. Dan de aanvalsopzet via Lucht Dunum. Daar een wat vreemde beweging van Atem Atif. Geeft aan dat het schoeisel en het veld niet helemaal overeenkomen. En daardoor dus die valpartij. Daar een uitbraak van Cagia, maar dat levert nog niets op. Er moet er wel worden opgelet bij die uitbal daar. Want daar gaat Mark Zonneveld er meteen vandoor. Komt die bal bij Rens Lambeau. Rens Lambeau geeft af op Lichtenberg. En dan het inzetje van Lambeau. Maar dat is te krachteloos om doelman Kevin Wassenaar in verlegenheid te brengen. Lucht Dunum dan via Atif probeert de 16 in te komen. Heeft die bal nog steeds. Probeert dan achterin daar Leroy Broeks te bereiken. Dat lukt ook. Leroy Broeks met zijn inzet. En daar heeft Sander Goudriaan de nodige moeite mee om die bal over het doel te liften. En zo blijft het nog 0-0. Dan een hoekschop in de 7 minuten van de tweede helft. En we hebben de eerste goal van de middag. Dat is daar Timo Sluimer die daar voor zijn verdediging komt op aangeven van Rens Lambeau die bal perfect op de hoofd brengt. Ja, geen Lucht Dunum maar echt in de buurt en dan kan het dus makkelijk 0-1 worden voor de bezoekers met een balende Kevin Wassenaar. Ja, die vrijheid, hij begrijpt daar eigenlijk helemaal niets van, want dat moet je een van de middenvelders van Cagia immers niet geven. Daar een goede beweging van Lichtenberg, komt die bal daarvoor. Hij wordt er bijna in eigen doel gewerkt, maar die bal gaat dan net naast. Maar het geeft andermaal aan dat Cagia inmiddels bovenliggende partij is geworden. En daar het derde elftal van Cagia dat toevallig ook tegen Lucht Dunum moest spelen. Met onder andere Sander Goudriaan, ofwel Goudhaantje. Die dus menig goaltje meepikte voor Cagia in de voorbije jaren. Maar nu het eerste elftal van Cagia staat op voorsprong in Leiden in de Kikkerpolder. 0-1. Uitbraak opnieuw van de Lissebroekers. En dan komt daar Van der Schinkel met een grote kans. En ook in tweede instantie weet hij Wassenaar niet te kloppen. De bal gaat in het zijne. Het baalt daarvan. Want ja, het had Cagia een makkelijke eindfase kunnen doen laten krijgen. Maar dat gebeurde niet. Dan een goede actie daar van Misap. Wordt daar Isiteer weggestuurd. De aanvaller. Maar Sander Goudriaan is op tijd. Voelt wel aan de rug. Maar dat valt gelukkig allemaal wel mee. Ja, Cagia had in deze fase de wedstrijd al lang en breed moeten beslissen. Kreeg 2-3 opgelegde kansen. Maar die gingen erin niet in. Dus nog steeds een spannende slotfase. Met daar een blessure voor naar ik meen Pascal Timmermans. En daar Saïd Adjar met het handje krijgt dan toch een gele kaart van
Scheidsrechter Hondsbeek is er zelf nogal verrast over. Overigens een buitengewoon sportieve wedstrijd waarin niet al te veel gebeurde. Lucht duurt hem dan. Daar in de blessuretijd. En hebben de kopbal van Atimatief. Die komt dan op de lat. Boven het doel van Goudian die daarna gestrekt gaat. En dan blijft het 0-1. Maar had Luchtdunum dus wel de gelijkmaker kunnen maken. Ziet ook Tim de Cler met onder andere Nino Palina. De trainer van Voetbal Factory speelde eerder hier bij Luchtdunum. Nu als aandachtig toeschouwer. Daar nog een inzet. Krijgen we nog een corner. Ja, en daar gaan we dan ook nog zien dat Kevin Wassenaar meegaat. Is hij dan de maker van de 1-1? Gaat die corner zo genomen worden en dan kan het dus nog steeds. Komt daar niet echt bij Wassenaar uit, maar de bal wordt opgepikt door Atif. Die lijkt dan een overtreding te begaan, althans zo zien ze dat bij Kagia. Komt dan Isitier nog een keer aan de bomen, die schiet tegen Timmermans op. En dan kan het niet lang meer duren, want we zitten al ver in blessuretijd. Het eindsignaal is daar, Kagia wint met 0-1 in Leiden van Luchtdunum. Over de gehele wedstrijd genomen, niet onverdiend. Gehavende Luchtdunum met daar nog wat protesten van de Cler en de balende Luchtdunumers. 0-1.